Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een Hans en Grietje knutselhoekje. En in deze video gaan we een boekenlegger maken. Hiervoor heb je nodig lijm, een schaar en een rood, wit en bruin papiertje. We beginnen met het vierkante rode papiertje en die vouw je schuin door de helft. Dan vouw je het middelste puntje naar boven. En de buitenste puntjes die vouw je naar het midden toe. Dit doe je natuurlijk aan beide kanten. Vouw vervolgens de buitenste puntjes helemaal naar het bovenste puntje, zodat je een vierkantje krijgt. En dan kan je de overige flapjes weer naar binnen vouwen. Vervolgens pak je het witte papiertje en een schaar. Dan vouw je het witte papiertje door de midden. En dan kan je op het gevouwen gedeelte halve rondjes knippen. Dit herhaal je een aantal keer totdat je ongeveer 5 tot 7 rondjes hebt. Vervolgens pak je je bruine papiertje en ook je schaar weer. En dan kunnen we het stammetje van de paddenstoel knippen. Maak in het stammetje allemaal gekke kronkels zodat hij niet helemaal perfect is. Dan pak je weer het in elkaar gevouwen rode papiertje erbij en de uitgeknipte witte rondjes en je lijm. En dan kunnen we beginnen met het plakken van de witte rondjes op het gevouwen papiertje. Zorg wel dat je hem aan de bovenkant opplakt van de boekenlegger. Als je elk rondje hebt opgeplakt, dan wordt het er ongeveer zo uit te zien. Dan kan je het stammetje van het paddenstoel pakken en dan lijm je alleen maar het bovenste gedeelte. En dan plak je hem in de boekenlegger vast. En dan wordt het er weer zo uit te zien. Dit is de uiteindelijke boekenlegger. Nu kun je altijd bijhouden waar je bent gebleven met lezen.